De allerlaatste Pokémon die we moeten battelen in deze Water Only Challenge. Als ze deze Pokémon weten te verslaan, dan hebben we de Water Only Challenge volbracht. Dan is het gelukt. Zamazenta van level 70 in zijn ultieme vorm. Yo Nintendo fans, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. En dit is de allerlaatste aflevering in deze Water Pokémon Only Challenge in Pokémon Sword. Heb je deze serie nog niet gezien, is dit de eerste video die je kijkt van de serie. Ga die hele serie kijken en dan ga ik snel beginnen. We moeten nog een aantal gyms vrijmaken van gedynamaxte Pokémon, waaronder deze gym van Gordy volgens mij in Sword. Ja, zeker wel. Let's do this in mijn mooie water outfit met mijn Poliwag shirt. What up, Gigalith? Oké, nou dit zou natuurlijk geen probleem moeten zijn voor ons. There we go. Inteleon. Ja, en mijn vraag van vandaag is, omdat dit natuurlijk de laatste aflevering is in deze serie, terwijl we hopelijk even die Gigalith in één keer slopen. Oh, hij houdt 1 AP over. Dat verzin je ook niet. Maar jongens, wat is nou de allerleukste challenge om te doen in Pokémon Sword and Shield? Laat hem even weten in de reacties, want misschien ga ik dan wel jouw challenge doen. Maar aan de andere kant, de DLC komt er nu ook wel echt bijna aan en die moeten we ook gaan spelen. Dus misschien dat we nog even wachten met een challenge. Ik weet het nog niet. Sowieso, drop al je ideeën voor video's vooral lekker in de reacties. En misschien ga ik wel een videootje maken die jij ontzettend leuk vindt. Het is in ieder geval nu over met Gigalith. Hoppakeetje. Oh ja, en gooi even dat duimpje omhoog en abonneer alvast, omdat we Gigalith hebben geslagen of zo. En door naar de gym van Bee. Hoi Bee, alles lekker? Nee hè, nee. Jij bent ook in paniek hè? Geef niet, ik kom je helpen. Daar is your Conkeldurr. Fuck hem, Gyarados. Max Gazer er bovenop. Oké. De volgende beurt pakken we hem, want het regent nu. Oh, Max Lightning, als er überhaupt een volgende beurt komt, want dit doet pijn. Oké, ik overleef het. Waarom kent hij Max Lightning? Waar slaat het op? Ik vind het heel apart. Waarom ken je Max Lightning, joh, Conkeldurr? Dat hoor je helemaal niet te kennen, vriend. Nou ja, hij is in ieder geval ook klaar. Oké, B, we hebben het ook weer gefixt met z'n allen. En de volgende is de gym van Bidde. Ja, daar is die hoor. Alleen BD, die heeft het natuurlijk zelf allemaal alweer gefixt. Dus kom maar op, BD. Voor de zoveelste keer in dit spel. We gaan dit even doen met z'n tweeën. Ik ga sowieso even Toxic Spikes gooien. Ja, dit is eigenlijk helemaal niet chill. Mijn poison aanvallen, die kunnen namelijk niks doen op Mawa, omdat die ook een steel type is. Dus dat is niet relaxed. In ieder geval, iedereen die er nu in komt, wordt lekker gepoisoned. En Mawa is lekker aan het crunchen. Doet mij niet super veel pijn, dus dat is chill. Ik kan wel lekker liquidation doen. Dat zal ongetwijfeld ook niet heel veel pijn doen. Nee, iets minder dan de helft. Dus ik heb 3 klappen nodig. Maar Wauw gaat even janken. Daardoor gaat mijn special defense naar beneden. Dat zou nog wel eens een probleem kunnen zijn voor strakkies. En ondertussen is Wauw bijna dood door mijn liquidation. En doet hij een full restore. Ja hoor, badde. Inmiddels is zijn defense lekker naar beneden. Dus gaan we hem denk ik nu wel slopen. Hij doet nog 1 keer crunchy. Gaat mijn defense nog verder naar beneden. Ja, dat is wel balen. Nou, dan doen we nog maar een keertje een liquidation erbovenop. En dan is het wel klaar met deze Henk. Ik vraag me nu een beetje af of ik Patrick ook echt moet houden nu, omdat zijn defense heel erg naar beneden is. Nou, laten we het maar gewoon proberen. Ik denk dat Gardevoir voor die special attacks gaat namelijk. Gardevoir is poisoned. Laat ik gewoon poison jab gaan gebruiken. Kijk, hij doet inderdaad een special attack. Oh ja, dit vergeet ik altijd. Dit vergeet ik elke keer weer. Dat Psychic super effective is tegen poison. Waarom vergeet ik dat altijd? Rick, kom op. Je bent geen noob. Je doet al die challenges en zo en toch vergeet je dit elke keer. Ja, dat is echt wel een beetje noob eigenlijk. Okay, let's go Thor Discharge. Ja, ik heb altijd het gevoel dat het een hele sterke aanval is. Maar Gardevoir is op de een of andere manier toch altijd een lastige prooi voor mij. Dit is altijd een moeilijke Pokémon om te verslaan. Gelukkig is hij wel poisoned, dat scheelt. Nou hoop ik dus alleen dat hij geen healing items gaat krijgen van BD. Maar volgens mij niet. Dit ziet er goed uit. Oké, nice. Hij doet nu Dazzling Gleam met zijn Gardevoir. En dan krijg ik waarschijnlijk zo nog een aanval op mijn bakkes door de Future Sight die hij net heeft gedaan. Dat duurt nog even, oké. Nou, dat is helemaal mooi, want nu kunnen we Gardevoir in ieder geval verslaan. Tot de volgende keer weer, Gardevoir. Ja, eigenlijk liever niet. Ik hoop je gewoon niet meer te zien. Kijk, op, daar is die Future Sight attack inderdaad. En daar is de Rapidash van BD. Unicorn Pokémon. Oeh, Psycho Cut is wel een aardig aanvalletje. Waarom krijgt hij geen damage? Waarom is Psycho Cut een special attack? Hij valt me dan toch echt letterlijk aan. Dat is best weird eigenlijk. Eigenlijk zou hij nu damage moeten krijgen, vind ik, van mijn Rocky Helmet. Of schiet hij op mij? Ik denk dat hij op mij schiet met die aanval. In ieder geval, Rapidash is de volgende die lekker keihard down gaat. We gaan van BD winnen, jongens. BD moet altijd stoer doen. Maar hij kan beter gewoon stoppen, man. Waarom stoer doen als je toch niet wint? BD, je hebt nog niet 1 keer van mij gewonnen en toch
blijf je gewoon stoer doen. Het terrain is poisoned en de attack is down door de intimidate van Gyarados. Psychic doet natuurlijk wel altijd gewoon pijn, maar die gaat maar echt niet slopen hoor in één keer. Nee, zie je? Daar heb je toch echt wel minimaal 2 klapjes voor nodig. Het is klaar, BD. Het is over en uit. Het is afgelopen. Mijn waterval op het hoofd van jouw het terrain. En het is helemaal klaar. Bedankt voor de XP'tjes. Bedankt dat Smeagol nog even naar level 65 mocht gaan. De BD is ook weer verslagen. En het is de gym van Rayon. Hexorus. Let's do this, Smeagol. Ik wist even niet meer welke Pokémon dit zou worden. Maar het is dus inderdaad een Hexorus. En dat gaat niet zo heel erg lekker voor mijn Smeagoltje. Ik denk dat hij de volgende beurt al down is. Tenzij deze Drain Punch wat HP pakt. Maar nee, dit is letterlijk niks. Ja, daar gaan we, jongens. Oh nee, hij doet Iron Tail. Nou, top. Dan blijf ik voorlopig nog even leven. Lekker bezig. Hij doet nog een keer Iron Tail. Vind je dat een leuke move, Iron Tail? Best wel chill dat je me met Iron Tail aan blijft vallen. Want dan kan ik jou ook even lekker aanvallen. Oeh, en we hebben hem gelijk gepoisoned. Dat is ook chill. Nou, laat ik het dan maar even een full restore opgooien. Dan ga ik het toch gewoon proberen hoor, met deze Pokémon. Okay, nu gaat hij voor Max Strike. Wat doet dit? Wat doet dit? Oké, dit is prima. Dit mag. Ga je dan nu weer een paar keer voor Iron Tail? Oh, je gaat nu voor Outrage. Oké. Never mind. Ik had ook eigenlijk gewoon de Ice Move moeten pakken van David Jones natuurlijk. Die is natuurlijk altijd super effectief tegen draak-Pokémon. Ja, was ik even vergeten. En alsnog is Hexorus sneller. En die doet meer dan de helft damage. Dat betekent dat we hem eigenlijk gewoon nu moeten gaan slopen. Kom op, Artillery. Doe je best. Max Hailstorm. Pak hem. Pak hem. Ja, oké dan. Dat is het einde van Hexodusie. Altijd best wel een goede Pokémon, hoor. Ja, jongens. En daar is Jempertje. Die komt ons even helpen. Want we moeten voor eens en altijd afrekenen met die 2 droepies. Swordward is Hubert. Huts, daar is die. Je vraagt je vast af waarom zegt Rick nog steeds Huts. Omdat Huts net zo uit de mode is als het kapsel van Swordward. Jij ja, lelijk kapselhoofd. Ik pak je, vriend, met je Surfetched. En nu heb ik voor de eerste keer mijn Pokémon wel geheeld. Lantern, Discharge. Surfetched doet nu Sword Dance. Ja, als die me nou 1 keer raakt met een critical, dan ben ik echt een shaak, hè. Dan ben ik in 1 keer kapot. Maar goed, we hopen daar niet op. Meteor Assault. Kijk, ja. En als dit critical is, jongens, dan ben ik echt in 1 keer kapot. Dat dus. Echt zo naar, jongen, hoe hoog die attack is van Surfetch'd. Oké, Gyarados, pakken met je waterval. Ja, oké, Surfetch'd is weg. Nice. Patrick en Reptile, een leveltje omhoog, level 66 allebei. Heerlijk. En dan gaan we nu switchen naar Smigali. Om even met die Bisharp af te rekenen. Hoppakee. Oeh, die Bisharp overleeft het nu. Bisharp is opeens sterker geworden of zo. Doe maar stoer. Ja, en dan is hij alsnog dood omdat hij mij sloeg. Oké, jongens, daar is Golissopot weer. Wat gebeurt er als ik Hyper Voice doe? Hij doet in ieder geval First Impression. Ja, dat doet alles bij, jongen. Zo naar. Nu, Hyper Voice erbovenop. Is het genoeg? Ah, dat is net niet genoeg. Shit. Ben ik sneller? Ik ben sneller. Dus met Drain Punch gaat hij... Ja, dan gaat hij net voor de helft down. Dat was in ieder geval mijn bedoeling. Want dan gaat hij er weer vandoor. Oeh, nice. En ik heb hem gelijk gepoisoned. Helemaal top. Geoblade. Ja, dat is de volgende. Ik denk alleen dat ik nu down ga. Want ik kan geen Drain Punch doen op Geoblade. Ik kan wel een Mudshot doen. Oh, ik ga helemaal niet down. Want Geoblade is in 1 keer kapot. Helemaal top. Dan kan ik nu switchen. En dan switch ik even naar Reptaaltje. Freaking Swordward, jongen. Je houdt me alleen maar op, vriend. Gaat hij weer met zijn first impression. Zo vervelend. Ja, dit kon echt veel beter. Ik had ook gewoon Jennifer moeten gebruiken nu tegen Golissopod. Dat had veel handiger geweest. Volgens mij deed ik in de vorige battle tegen Swordward precies hetzelfde. Ik leer ook niet van mijn fout, hè. Hou eens op met mij de hele tijd te raken, joh, Golissopotje. Is het nu klaar? En dat is het einde van Swordward. Nou, dan mogen we eindelijk naar boven, jongens. Ja, en daar zien we een Zamazenta, jongen, die helemaal aan de trip is. En die moeten we even nakken, jongens. En dat gaat waarschijnlijk nog moeilijk zat worden, want hij is letterlijk level 70. Hij wordt wel gedamaged natuurlijk, als hij mij nu aanvalt. Dat is super chill. Ja, ik pak echt 3 HP erbij of zo. Oh, dat is echt helemaal niks. Laat ik maar een keertje Mudshot proberen. Dan maak ik hem in ieder geval wat langzamer voor de volgende Pokémon waar Zamazenta tegen moet battelen. Ja, oké, Mudshot. Lekker. En inderdaad, zijn snelheid is op laag. Is wel lekker. Hij sloopt zichzelf eigenlijk gewoon door mij aan te vallen. Super chill. En door Gyarados gebruikt ze ook zijn attack naar beneden. Ja, ik zou toch zeggen dat dit wel moet lukken. Oh, hij doet nu Iron Defense. Hij gaat zich nog even snel verdedigen voordat we hem verslaan. Nice, GG. Dan doen wij Hurricane. Maar oké, dat is genoeg. Dat is genoeg om Zamazenta te verslaan. Dat ging eigenlijk toch wel oké. En daar is Zacian. En Zacian komt even zijn broertje gewoon even kalmeren. En daar is hij hoor, de epische Pokémon Zacian. Kijk in elkaars ogen. Hij draait zich om. Daar gaan we.
in zijn ultieme vorm. Maar we gaan het ons wel even makkelijk maken, jongens. We knallen er gewoon even een masterbal op. Weet je, we zijn bijna aan het eind van deze challenge. We moeten even tempo maken. We gooien gewoon even een masterbal. En dan een session van ons. Hoppa! Easy fix, jongens. En dan moeten we nog één keer terug naar de Slumbering World. Voor een legendarische battle met Hoppy. Ja, want Hoppy, die is nu wel even een stukje sterker geworden, jongens. Hij heeft zelfs Zamazenta weten te vangen. De laatste battle in de game, jongens. Als we deze winnen, dan hebben we ook de Water Only Challenge officieel gefixt. Nadat we de Fire Only Challenge hebben gefixt. En de Galarian Pokémon Only Challenge. Die hebben we ook volbracht. Dus dit is de derde challenge die we gaan doen. Ja, ik kan niet wachten. We zijn bijna klaar, jongens. Ik zou zeggen, als je nog niet geabonneerd bent op dit kanaal, doe dat sowieso. En doe even dat duimpje omhoog, jongens. Kijk hoe ver we zijn gekomen met z'n allen. Toxic Spikes erbovenop. Dubbel gaat voor Double Edge. Dat hem natuurlijk lekker zelf ook damage. En dat is helemaal prima. Hoppakee, Toxic Spikes erbovenop. Dubbel doet nu Cotton Guard. Ik ben gewend dat Dubbel eigenlijk continu aanvalt. Ik ga jou wel aanvallen, hoor. Als je het niet erg vindt. En ik ga even Toxic op jou gooien. Want ik wil dat jij gepoisoned raakt. Hier, Toxic. Die is voor jou. Alsjeblieft, Dubwoel. Ja, ik wil niet weer dat Patrick down gaat. Dus ik doe wel even een hyper potiontje erop, hoor. Want anders is hij straks weer down. Daar heb ik even geen zin in. Dubwoeletje gaat weer voor double edge. Die gaat all out. Ja, lekker hoor. Lekker bezig. Hier heb je nog een beetje poison, pijn en zo. Ben wel benieuwd. Zou die nou ook een full restore gaan gooien? Nee hoor, hij gaat gewoon keihard door met double edge. Oké, hij blijft gewoon aanvallen, die gek. Nou, dan is dit wel, denk ik, het einde van Dubbel. Dat moet haast wel, toch, jongens? Met die poison erbij zo. Ja, toch? Dit is toch klaar? Dubbel is... Ja, kijk, hoppa. Dubbel is klaar. Netjes. Lekker gedaan, Toxpex. Dan nu een Snorlax. Wil ik switchen? Ik wil zeker switchen. En ik wil switchen naar Smeagol. Hallo, Snorlax. Wil jij gelijk even lekker poison? Ja, hè? Dat wil jij wel. Kom op, Smeagol. Pak hem aan. Drain Punch erbovenop. Hoppa. Nou ben ik benieuwd, want Snorlax, ja, die heeft inderdaad Earthquake. Nou, is dat denk ik niet heel erg effectief op mij. Nee, het is een hele goede aanval. Maar ik ben natuurlijk zelf ook een Ground-type Pokémon. Nou, Snorlax is al voor de helft down, dus dat is chill. Dan gaat hij waarschijnlijk toch de volgende beurt, denk ik, de Full Restore gebruiken. Als hij daar de kans voor krijgt. Net niet. Of jawel, jawel, natuurlijk wel. Want dat was van de Rocky Helmet. En de poison maakt hem nog even erger. Dan is hij weg, hoppa. Ja, dit is helemaal toppie-woppie, jongens. Dan komt Hop zo met Pinchurch in. En dan is dat natuurlijk een prooi voor Thor. Pinchurch in. Level 68 is die al, jongens. Ja, en dan ben je level 68. En dan ben je toch gewoon poisoned. Dit was misschien toch niet zo'n hele slimme keus. Waarom koos ik ook alweer voor Lantern? Ik weet het eigenlijk niet. Oh ja, omdat hij natuurlijk ook elektrisch is. Ja, 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 ja. Dat was het. Daarom koos ik voor Lantern. Ik dacht al, ik ben toch niet gek. Dit is toch niet zo raar dat ik dit doe. Hoppakee. De health down. Oh, recover. Serieus? Heb je recover? Ja, met recover kan dit wel eens een lange battle gaan worden, hoor. Misschien moet ik toch een gokje nemen voor Hydro Pump gaan. Oké, ik raak hem nu één keer. Deze is sowieso sterker, Hydro Pump. Dus dat is lekker. Ja, toch ook weer niet zo heel veel sterker. Pinchurchin gaat voor Poison Jab. Ja, ik ben bang dat hij mijn Lantern gewoon gaat verslaan, jongens. Dat recover, dat is wel heel naar eigenlijk. Kijk, nu hebben we hem bijna. Maar als hij dan straks weer recover doet, dan, ja, dan gaat het toch weer niet lukken. Kijk, dit bedoel ik dus. Gaat hij weer recover? Ah. Ja, en ondertussen ben ik ook poisoned. Dat is helemaal niet relaxed, dit. Kom op, Thor. Doe even een critical hitje of zo. Kom op, kom op. Nou, dit is helemaal niks. Nee, dit is niet... En weer recover. Ja, dit schiet niet op. Ik moet hier echt even een andere oplossing voor gaan verzinnen. Want anders krijgen we die Pinchurchin nooit kapot. Ik denk dan toch dat ik Smeagol hier even voor nodig heb, jongens. Oh, hop. Echt. Oh, wat doe je vervelend. Pinchurchin is ondertussen gewoon weer helemaal vol. Oké, hoeveel pijn doet Mudshot? Ga ik hem daarmee lekker critten? Ik ga hem sowieso critten. Doet meer pijn dan Bubble Beam, dus dat is nice. En hij doet nu Liquidation. Oké, ik heb hem, jongens. In de volgende beurt hebben we hem verslagen. Ja, het is nu al bijna over. Ja, en dan doet hij nu een full restore. Oh, hop, wat ben je irritant. Oh, wat ben jij naar, vriend. Wat ben jij ontzettend naar bezig. Ja, misschien kunnen we dit toch wel fixen. Zou ik hem pakken met deze Mudshot? Ja. Het is het einde van Pinchurchin. Holy moly, jongen. Ik wist niet dat zo'n kleine Pokémon zo vervelend kon zijn. Patrick gaat een level omhoog. En Smeagol allebei een level omhoog. Nice. Dan nu Corviknight. En dan hoop ik maar dat ik sneller ben. Want Corviknight is sowieso best wel snel. En dan dacht ik dat mijn Drain Punch super effectief zou zijn. Maar dat is die natuurlijk niet. Want Corviknight is ook een Flying-type Pokémon. Dus dit is niet heel nice. Ik ga Lantern even een full restore geven. Terwijl Corviknight nu een Drill Packie doet. En dan wil ik nu even wisselen. Hij doet nog een keer Drill.
Hero Pack en dat doet mij helemaal geen pijn, dus dat is mooi. Gooi ik in de tussen even een Max Potion op Smeagol. En dan kan Thor even op zijn gemakje deze Corviknight fixen. Oh, dit gaat nog best wel lang duren, want hij heeft net een lightscreen gebruikt. Dus ja, mijn moves zijn wel super effective, maar ze doen alleen minder pijn. Kijk, lightscreen staat nu uit. Ik denk dat we nu met Discharge wel deze Corviknight gaan verslaan. Want lightscreen was inderdaad weer weg. Dus hoppakee, Corviknight is ook weg. Ja, en dan heeft hij nog twee Pokémon. Cinderace en Zamazenta. Welk level zou zo'n Cinderace ondertussen zijn? Zou die ook al level 70 zijn? Ja hoor, die is ook al level 70. Maar wel poisoned. Zou die nu sneller dan mij zijn? Want Cinderace is ook knijtersnel. Nee, nog steeds niet. Reptile is nog steeds sneller dan Cinderace. Hoppakee. Ja hoor. Ge-one-shot. Nice. De allerlaatste Pokémon die we moeten battelen in deze Water Only Challenge. Als we deze Pokémon weten te verslaan, dan hebben we de Water Only Challenge volbracht. Dan is het gelukt. Zamazenta van level 70 in zijn ultieme vorm. Ja, en dat is balen, want die is natuurlijk niet gepoisoned. Hij doet Play Rough. Dat kan ik één keer hebben. Dat is chill. De attack is nu wel naar beneden, maar hij heeft natuurlijk lekker veel pijn door de Rocky Helmet. Ik krijg hier wel wat HP van terug. Oh, maar echt bijna niks, joh. Ik doe hem bijna geen damage, man. Wat intens. Hij gaat nog een keer voor Play Rough. Helemaal prima. Ik overleef het wel. En ondertussen sloopt hij zichzelf ook. Dus ja, daar ben ik dan weer wel blij mee. Hij is voor de helft down op dit moment. Weet je wat? Doe maar even een Hyper Potiontje dan. Laten we het dan maar op de hop manier gaan doen. Hij mist ondertussen zijn aanval. Deze is wel raak. Maar ja, ik vind het eigenlijk hartstikke relaxed. Ik win gewoon echt door dit item, hè. Besef even. Weet je wat? Ik laat hem gewoon zichzelf slopen. Ik doe helemaal niks. Ik val Zamazenta niet eens aan. En toch winnen we deze battle. Heerlijk gedaan, hoor. Sesmitoot. Lekker, man. Je kon gewoon chillen, joh. We hebben Hop verslagen. Voor de zoveelste keer is het zover. Het is helemaal klaar. Hop, die gaat Pokémon professor worden. Swordward en Shubert komen straks nog even hun excuses aanbieden. En that's it. We hebben deze game ook gewoon volledig uitgespeeld. Met alleen maar water Pokémon. Doe even dat blauwe duimpje omhoog, jongens. Abonneer op mijn kanaal. En laat me in de comments weten wat jullie willen zien als nieuwe challenge. En als je me live wil zien gamen, volg me even op twitch.tv/RickyTune. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!